de 400 meter vrije slag daar. Het is de West-Duitse ploeg, de belangrijkste concurrent voor Nederland. Als het gaat om de bronzen medaille. Dus we hebben met Sjerpe, Schuster, Bovinger en Karen Seik. Kandidaat voor de titel. Otto, Stelmach, Schulz en Friedrich. Zij zijn van de DDR. En dan outsider, maar zeker voor zilver. Janet Johnson, Dara Torres, Mary Moore en Betsy Mitchell voor de Verenigde Staten. Mitchell die zojuist goud op de 100 heeft verdiend. Rugslag. En dan voor brons hopen we van Bentham, Laura Leiderits, Karin Brinesse en Annemarie Verstappen. Ze zijn als vierde de finale ingekomen. De West-Duitsers waren een fractie van een seconde sneller. En dan Zwitserland in baan 7 en Italië in baan 8. Dit is de Zweedse Suzanne Nielsen. Die hebben van schaatsen wat geleerd. Een aerodynamisch pak zouden we kunnen zeggen. Maar de Zweden hebben zoveel te lijden gehad van darminfecties dat die alleen maar met het pak nu nog kunnen opvallen, denken we. Sjerpe voor West-Duitsland. Kuchenotto voor Oost-Duitsland. Janet Johnson voor Amerika en onze bronzen medaillewinnares Connie van Bentham als startzwemster voor Nederland. Vierde was ze op de 200 meter, brons ook op de 4x200 meter met Nederland, waar ze een voortreffelijke laatste 200 won. Een beetje teleurgesteld over de prestatie op de persoonlijke 200 meter, maar Connie zwemt gewoon een goed toernooi. De ploeg van Oost-Duitsland is wereldkampioen geweest in 82, Europees kampioen in 85 en ze houden ook het wereldrecord. Het wereldrecord won Oost-Duitsland de eerste 100 meter, ook met Christine Otto. Toen won ze 56-11. Op baan 4, de Oost-Duitsers die als eerste gaan aantikken. Otto in 54-73. Dat is een regelrechte sensatie, want daarmee wordt het wereldrecord van Barbara Krause uit de boeken gezwommen. Dat was 54-79. En inmiddels is Stelmach onderweg. Wel van Bentham, wat heeft hij gedaan in de opwending? Ik ben het even kwijt, maar dit is een sensationele opening van Christen Otto. 56-51, dat was de tijd van Connie van Bentham. En dan de Verenigde Staten, die nog toch heel goed en bij die race blijven. Nederland met Leiderits ook goed in de race. We moeten oppassen op de West-Duitsers, omdat die in Bovinger en Seik straks een behoorlijk eindschot hebben. En dan moeten we maar hopen dat dat met Verstappen ook goed zit. Manuele Stelmach, zilver op de 200, vierde op de 100. En over gaat nemen Sabine Schuetzer, 1:52.17. Dat was het toen het wereldrecord was. Kijk eens even, daar zitten ze maar eventjes 3 seconden onder. Mary Moore, 1:52.08. En Nederland, Brinesse, 1:53.76. Zit 1 seconde boven de Nederlandse recordtijd die gezwommen werd in Los Angeles in 1984. De DDR gaat opnieuw sensatie hier veroorzaken. Sabine Schulz ligt nu in het water. Voor Nederland ligt Van Brinesse in het water, Karin. En de West-Duitsers, die hebben op dit moment Bovinger in het water liggen. En die zijn op dit moment al naast Van Brinesse. Nou hangt het er helemaal vanaf of Annemarie Verstappen, die toch zo eigenlijk veel talent heeft en die als wereldkampioen 82 hier nog één keer toch terug moet komen, die zou Nederland nu toch naar een bronzen medaille moeten kunnen brengen. Die moet Karin Seik toch wel kunnen blijven. Friedrich 2:45.21. Nog steeds 2 seconden onder het record. Verstappen neemt over op 2:50.63. 2 seconden minder snel dan we in Los Angeles waren. De Verenigde Staten gaan zilver halen. Een nieuw wereldrecord voor de DDR. Maar wat doet op dit moment Annemarie Verstappen? Kan ze Karin Seik van zich afhouden? Het is op dit moment vrijwel gelijk. Ja, Verstappen ligt nog voor. Maar bekend is dat haar tweede baan wat zwakker is. Ze keert nou overigens fantastisch. En ze gaat ook nog op de Amerikaanse af. De afstand is te groot. Maar ze gaat het voor Nederland nu toch maken. Op baan 6, Annemarie Verstappen doet van zich spreken. Ze kan het op die laatste 10 meter toch niet meer verspelen. Ze ligt ongeveer een halve meter voor. De wereldrecordtijd voor de Oost-Duitsers, 3:40.57, 2 seconden eraf.
Amerika 3.44.04 en Nederland brons 3.46.89. En daar kunnen we toch Verstappen nu een buitengewoon compliment voor maken. Want ze is achtervolgd met teleurstellingen. Ze hebben tegen de aan zitten praten. Ze dachten dat het allemaal psychisch zo moeilijk met haar zat. En als ze dan zo'n beslissend moment toch Nederland naar een bronzen medaille weet te slepen, dan heeft ze haar afvaardiging naar Madrid hier natuurlijk voor 100% waargemaakt.